Welkom, dit is het COVID-19-journaal voor vandaag. Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte gebracht van sterfgevallen bij twee personen die onlangs waren gevaccineerd met het COVID-19-vaccin. In overeenstemming met het nationale en internationale protocol wordt in Suriname monitoring en onderzoek gedaan naar meldingen van bezorgdheden na vaccinatie en dergelijke meldingen worden serieus genomen, aangezien veiligheid onze eerste zorg is. Voor elk van deze gemelde gevallen wordt een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd door het Adverse Events Following Immunization Team AEFI. Tot op heden is er wereldwijd bevestigd dat geen sterfgevallen na vaccinatie met het vaccin dat momenteel in Suriname wordt gebruikt, geassocieerd zijn met het vaccin. Infectioloog Dr. Stefan Vrieden legt de volgende statement af. Zoals u ongetwijfeld inmiddels gehoord heeft, is door het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt dat er in de afgelopen dagen twee mensen zijn overleden die enkele dagen daarvoor, maximaal een week daarvoor, het Covishield vaccin hadden gekregen. Dat is het vaccin dat in Suriname wordt gebruikt. En het ministerie moest deze mededeling doen omdat wij altijd hebben aangegeven dat er zoveel mogelijk transparantie zou zijn en dat we niks zouden achterhouden. Het is belangrijk dat we ons realiseren dat het hier gaat om twee mensen die zijn overleden na vaccinatie, na het COVID-vaccin. En dat is zeker niet per se het geval dat ze zijn overleden door het COVID-vaccinatie, door de COVID-vaccinatie. Er is een team, dat is het Adverse Events Following Immunization Team, dat de precieze omstandigheden rondom het overlijden van deze mensen onderzoekt. En dat team zal te zijner tijd aan ons verslag doen in hoeverre het waarschijnlijk of minder waarschijnlijk is dat deze overlijdens iets te maken hebben met het vaccin. Wij weten in een van de eerste uitzendingen van het programma Niet Zomaar een Prikje, heb ik al gemeld dat ook in Nederland op enig moment er een aantal bejaarden, het gaat in dit geval in Suriname ook om bejaarden, zijn overleden binnen een bepaalde tijd, 10 dagen of zo na vaccinatie. En onderzoek heeft daaruit gewezen dat die overlijdens gewoon overlijdens waren, verwachtbare overlijdens, bij oudere mensen. Of dat in Suriname ook het geval is, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Maar ook daar zijn deze gevallen gemeld, juist om het vertrouwen van de bevolking niet te verliezen. Wij moeten zo transparant mogelijk zijn in deze zaken. Ondertussen is natuurlijk de vraag van, hé, maar moet je dan wel doorgaan met vaccineren? En ik kan u melden dat wij als de technische adviescommissie voor het vaccinatiebeleid heel nadrukkelijk aan de overheid hebben geadviseerd. En in dat advies vinden wij achter ons de WHO en ook de EMA om vooralsnog door te gaan met het vaccineren. Want het is evident dat het vaccin veel meer goed biedt dan eventueel kwaad. We weten nog niet eens of deze overledens daarmee verband houden. Maar wat we wel zeker weten is dat dit vaccin heel veel mensenlevens zal sparen. Ik zal een vergelijking maken van de bijna 10.000 mensen die in Suriname het afgelopen jaar COVID-19 heeft gehad, althans waarvan het is aangetoond. Daar zijn er bijna 200 van overleden. En zelfs als deze twee overlijdens te maken hebben met het vaccin, dan moet je zich realiseren dat er wel bijna 30.000 mensen gevaccineerd zijn. Dus het vaccin is veel geeft veel meer bescherming dan het eventueel nadelige effecten heeft. Dus ik zou iedereen willen oproepen die daarvoor in aanmerking komt, mensen die in de prioriteitsgroepen zitten, om zich de komende dagen zeker gewoon door te laten vaccineren, omdat dat ze zal beschermen. En dat is in het bijzonder belangrijk, omdat wij, u heeft ook in de media kunnen lezen of horen, dat wij gisteren meer dan 50 nieuwe gevallen hebben. Dus het is duidelijk dat de derde golf op komst is en we kunnen niet snel genoeg verder gaan met het beschermen van zoveel als mogelijk mensen in Suriname. Dat was wat ik hierover wilde zeggen.
Op de dashboard hebben wij een enorme stijging gezien voor wat betreft de COVID-positieve geteste personen. Volgens infectioloog Dr. Vrede komt dat niet alleen van de feestende mensen, maar ook de varianten die gezorgd hebben voor een snellere verspreiding. We hebben de afgelopen periode wat feestdagen achter de rug gehad, maar we hebben ook allerlei spontane feesten gehad. Maar wat we ook hebben gehoord de afgelopen week, of misschien was dat deze week, dat er in Suriname een aantal varianten zijn gezien. En zoals ik al eerder zei, die varianten die verspreiden zich sneller dan het virus dat er eerder was. En ik denk dat we nu niet meer kunnen ontkennen dat we in een derde golf zitten. Want als je 54 gevallen op één dag hebt, dan betekent het dat je een grote kans hebt om in de komende dagen niet 54, maar een paar honderd gevallen te hebben. Dus wij moeten nu erkennen dat we in een derde golf zitten. En dat wij eigenlijk onze maatregelen zullen moeten aanpassen om te voorkomen dat deze 54 per dag stijgt naar honderden per dag. Op basis van de nieuwe cijfers en positiviteitspercentage is het duidelijk dat de derde golf een feit is in Suriname. Gisteren werd tijdens de persconferentie de verscherpte maatregelen bekendgemaakt. Ook gaf de minister van Volksgezondheid middels een presentatie aan hoe de situatie er momenteel uitziet in Suriname. Dit is eigenlijk een update van de bekende presentaties die wij geven. Dit zijn de up-to-date cijfers waarbij u hier ziet het aantal bevestigde overledenen per leeftijdsgroep en geclassificeerd naar geslacht. En u ziet daar natuurlijk, u weet, dat de meeste personen die overlijden boven de leeftijd van 50 jaar zijn, u ziet het daar, en ook het geslacht. Dit is een onderscheid in het aantal overledenen per geslacht. En u ziet dat er meer mensen van het mannelijk geslacht zijn overleden dan vrouwen gedurende de pandemie in Suriname. Dit is een overzicht van het aantal overledenen ten gevolge van COVID-19 gerelateerd aan de etnische groepering. En daar ziet u dan dat overwegend, dat is 21% van het Creoolse etnische bevolkingsgroep, 18% Hindustan en zo verder. Dit is het aantal personen die overleden zijn per maand sinds onze pandemie gestart is in Suriname. En u ziet uiteraard dat wij twee golven gehad hebben en in de periode augustus en september 2020 en januari, februari, maart moest nog geüpdate worden hoor, maar januari, februari de meeste overledenen zijn geweest tijdens de golven. Maar gedurende de rustige periode hadden we ook personen die overleden zijn. Dit zijn meer de langliggers in de intensive care als consequentie na de grote golven. Dit zijn het aantal testen per maand. En het percentage positieve die we ook zien per maand. U ziet dat wij ook automatisch in de golven ook meer getest hebben. Er waren ook veel meer personen die werden getest. Simpelweg omdat er veel meer mensen klachten hadden. Maar aan de andere kant ziet u ook dat in de golven ook de percentages positieve ook aan de hoge kant zijn. En u ziet, we hebben april, januari en februari, december en januari de golf gezien. In februari nog steeds, maar we zagen daar al dalingen tot in maart, waar we zelfs op 4,9% waren aan positieve. Dat is heel ideaal als je kijkt naar de WHO-standaarden. Maar in april, we zijn nog niet eens heel ver in april, ziet u al dat van het aantal testen we al op een gemiddelde van 11,4% aan positieve zitten. Dit is een epidemiologische curve van de COVID-cases. En als u goed kijkt aan de rechterzijde, dan kunt u bijna zeggen dat u al ziet dat we aan het begin staan van een ontwikkeling die lijkt op de periode aan het begin van, in het midden van december. Dus u ziet dan weer een lichte stijging. Nou, ik zou zeggen lichte stijging. U ziet eigenlijk die golf al een beetje oplaaien. Dit is ook het aantal nieuwe gevallen en 7-daags gemiddelde. Dat is die oranje lijn en die groene zijn de nieuwe cases. En als u ziet wat er gebeurt met die oranje lijn
in maart, april, eigenlijk april, eind maart, april, dan ziet u ook dat er daar een lichte stijging is. Dus meer dan genoeg tekenen voor ons om te begrijpen wat er aan de hand is en wat er speelt in die samenleving. Dan ziet u ook hier de zevendaagse incidentie. Dat is ook een duidelijke indicatie dat wij hier te maken hebben met een mogelijke derde golf die onderweg is. Als we naar de volgende slide kijken, dan hebben we daar de oranje balken die u ziet te lenen. Dat zijn de totale testen per dag. En dan ziet u hoe het een beetje in de golven ook toeneemt en daarmee afneemt. Maar de blauwe strepen die zijn eigenlijk, de blauwe lijn daar is eigenlijk belangrijker voor ons om naar te kijken. Omdat u ziet dat wij in de periode februari, maart, zeker een daling zien in het percentage positieve. Maar in april ziet u plotseling een spike, een toename van het positieve percentage. In de volgende slide ziet u wat bekend is. Dit is een bekende slide. Het aantal cases per leeftijdsgroep. En hier wil ik even inkomen. Omdat veelal gesteld wordt, ja, maar het zijn de oudjes die meer de consequenties, de ouderen onder ons die meer de consequenties ondervinden. Dat is waar. Dat als u kijkt naar mortaliteit, dus sterfte. Maar als u kijkt naar deze grafiek, dan ziet u dat eigenlijk de grootste groep die getroffen wordt tussen de leeftijdsgroep is van 20 en 60 jaar. Als ik het optel, kom ik al gauw op een 77% van alle gevallen van COVID-19 wat we tot nu toe hebben gehad, zitten in de leeftijdscategorie 20 tot 60 jaar. Uit de presentatie van de minister is duidelijk naar voren gekomen dat een derde golf Suriname zal overmeesteren. Dat komt allemaal door het niet in acht nemen van de protocollen en de maatregelen. En nu ook met de varianten erbij. Onze gezondheidszorg zal in grote problemen geraken. Epidemioloog Ingrid Krishnadat doet in het journaal een belangrijke oproep naar de samenleving toe. Onze ziekenhuiscapaciteit is niet in staat een volledige uitbreek hiervan aan te gaan. Daarom is het belangrijk dat alles wat jij kan doen als Surinamer, doe het om het tegen te gaan. En probeer de overheid zoveel mogelijk te ondersteunen in de maatregelen die ze afkondigen. Maar we hebben al zo lang COVID, al zo lang weten we hoe de verspreiding gaat, hoe mensen besmet worden. Hoe dat gaat. En nu weten we ook, hebben we ook vaccin. En we weten, de mensen die op de ICU het meest belanden zijn, de ouderen. Dus vroeger hadden we voorlichtingscampagnes naar mensen toe. Breng je kind om te vaccineren. Nu zeggen we, breng je oma om te vaccineren. Breng je moeder om te vaccineren. Breng die mensen om te vaccineren. Dat is belangrijk. Want dan kunnen we ze beschermen tegen deze akelige varianten en andere problemen. In een korte presentatie laat dokter Krishnadat zien hoe de besmetting van het virus en de varianten overgedragen wordt. Zoals de situatie er nu uitziet, zal het niet mooi zijn voor Suriname. Ook kleine kinderen kunnen getroffen worden met vooral het Manaus variant. Kijk en luister mee. Dit is COVID zoals we het kennen. Die we hebben gehad. We horen, dus als hier dan drie mensen werden besmet. We horen de transmissie is vergroot. Wat betekent dat? Dat in de plaats van drie die persoon gemiddeld in staat is zes mensen te besmetten. Dus dan heb je zes mensen die besmet kunnen worden door één persoon gemiddeld. En bij die Braziliaanse variant is het zelf 2,5 maal. Die andere zijn 2 tot 2,5 maal. Dus laten we zeggen 7 mensen zelf. Dus dan zie je, er waren 3, dus nu zijn er hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensen. In diezelfde tijdsperiode. Dat is het verschil. En dan heb je dus van die 7 mensen, die gaan dan weer allemaal 7 mensen besmetten.
in de plaats van 3-3. Dus wanneer je ging van 3 naar 3, die exponentiële groei van die eerste COVID, normale COVID, is het nou gewoon ineens veel meer. Dus als je hebt 3 naar, hoeveel is dit weer? 21 nog? Nee, 7 maal 7 is 49. In de plaats van 3 naar 9 gaat van 1 naar 7 naar 49. Dus dat is het in diezelfde tijdsperiode waar je 9 mensen zou hebben die ziek worden, heb je nou 49 mensen die ziek worden. En van die 49 mensen zie je dan steeds meer ernstige gevallen te stel. Want voordat die 349 was, was het misschien 4 weken. Toch? Of 2 weken. En dan had je misschien op die 49 één ernstig geval, of 2 ernstige gevallen, of 3. Nu zie je binnen 1 week die 3 ernstige gevallen. Dus dan komt het meer in je gezicht en het komt sneller. En dat is het gevaarlijke van die varianten. Die snelle transmissie die je in één moment hebt. Een belangrijk aspect, een verschil ook, behalve de hogere transmissie, is met name bij het Manaus variant dat kinderen ook geïnfecteerd raken en heel ernstig ziek worden en zelfs doodgaan. We hebben gezien in de cijfers van Manaus dat, dat er nauwelijks kinderen ziek werden in de vorige golf. Maar in deze golf heb je een toename van zieke kinderen en een sterfte onder kinderen. En dat is zeer pijnlijk, want een kind verliezen is een van de ergste dingen die een mens kan overkomen. En laten we dus ons zoveel mogelijk houden aan de Mohana-regels en de regels die waar wij ons kunnen houden, omdat we onze kinderen nou moeten beschermen. Nu dat het virus zich weer verspreidt in ons land en ook met de gevaarlijke varianten erbij, moet er meer haast gemaakt worden om vooral de kwetsbare groepen te laten vaccineren. Volgens dokter Frieden is het nog onvoldoende gelukt om die groepen maximaal te bereiken voor de vaccinatie. Het was de bedoeling dat wij door zoveel mogelijk kwetsbare groepen gevaccineerd te hebben voordat het virus weer in Suriname kwam, dat we daarmee de ernstige ziekte en daarmee de ziekenhuisopname en wellicht ook de enorme sterfte konden voorkomen. De strategie zou dan moeten zijn om primair die mensen te vaccineren waarvan we weten dat ze een grote kans hebben om in het ziekenhuis te komen als ze geïnfecteerd zijn. En dat zijn dan vooral de groepen die u bekend zijn, de 60-plussers. Het is helaas nog onvoldoende gelukt om die groep maximaal te bereiken. Er zijn wel aardig wat 60-plussers gevaccineerd, maar lang niet allemaal. En ook niet alle mensen die dus anderszins een groot risico vormen om op ernstige ziekte bij een COVID-infectie. Dus we moeten er nu, we nog in een fase zijn waarbij het virus dus wel weer uitgebreid in Suriname aanwezig is en waarbij we ook de varianten in Suriname, de gevaarlijke varianten in Suriname hebben, er alles aan doen dat we zo snel mogelijk mensen die een risico hebben op ernstige ziekte toch gaan vaccineren, zodat zij, als er weer een golf komt, dat zij in ieder geval al beschermd zijn. De politie zal niet schromen over te gaan tot strengere maatregelen. Dat bevestigt de regio-commandant van Paramaribo, Orlando Chakot. Onlangs werd in Paramaribo Noord een illegaal feest stopgezet, waarna de vergunning van de eigenaar is ingetrokken. Ook moet de eigenaar een boete betalen van 5000 SRD. Chakot maakt ook melding van illegale feestjes in Paramaribo Zuid. In maart alleen heeft de politie 481 mannen en 152 vrouwen opgebracht als lockdown-overtreders. Alle overtreders hebben een minimale boete van SRD 350 moeten betalen. Ik wil beginnen met een geval van gisteravond, waarbij een melding binnen is gekomen dat er een illegaal feest ergens op Paramaribo Noord gaande was. En de politie heeft daar inderdaad moeten optreden, want er was daar inderdaad een feest met meer dan 100 personen en dat is verboden. We hebben daar opgetreden en we hebben dus
Iedereen daar vandaar verwijderd. En de eigenaar is dus opgeroepen om zich aan te melden bij de politie. Want daarop staat er een boete van 5000 SRB. En dus we gaan ook dat zo afhandelen. De plaats zal ook worden gesloten of is gesloten. De vergunning wordt ingetrokken en wordt doorgestuurd naar de bevoegde instanties om de zaak dan verder af te handelen. Ik mag u vertellen voor wat betreft regio Paramaribo dat we het heel druk hebben met de handhaving. Los van andere werkzaamheden die de politie heeft, zijn we heel druk bezig met illegale feesten en andere activiteiten die in tegenstrijd zijn met de COVID-wet. Zo hebben we ook op Paramaribo Zuid vaak moeten optreden. Streetparties, ieder weekend. En we blijven maar optreden en tijdens lockdown is het ook vaak zo dat we heel wat mensen naar binnen moeten brengen. Ik zal u een update geven van wat we allemaal hebben gepresteerd in de maand maart voor wat betreft regio Paramaribo. In de maand maart hebben wij in totaal 481 mannen binnengebracht als lockdown-overtreder. 152 vrouwen en totaal is dat 633 mensen die we hebben binnengebracht. En die hebben allemaal ook een boete gekregen van 350 SRD minimaal. Het pasweekend, als afgelopen weekend, hadden we het ook bijzonder druk. Van donderdag tot en met maandag hebben we 154 man binnengebracht. 56 vrouwen. Totaal lockdown overtreders. Afgelopen weekend alleen 210. En we hebben al deze mensen een bestuurlijke boete opgelegd. En uiteraard als de politie bezig is overstaat, gaan we ook direct kijken naar de vereisten die men heeft als men een voertuig bestuurt. En het is ons gebleken dat heel veel mensen tijdens lockdown zonder rijbewijs achter de stuur plaats nemen. We hebben 19 personen in het weekend binnengebracht zonder rijbewijs. En evenveel voertuigen hebben we ook moeten wegslepen van de openbare weg. Dat is zo in een nutshell de activiteiten waarmee de politie van regio Paramaribo bezig is geweest. Dat was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 Journaal. Blijf liever thuis dan op straat te gaan om het risico op te lopen besmet te raken met een van de varianten. We zullen u er steeds weer aan herinneren, zoals de deskundigen het zelf aangeven, hoe gevaarlijk de varianten zijn. Hou je nog steeds aan de Mohana-maatregelen, mondkap op, handen wassen en afstand houden. We zien elkaar maandag weer bij een nieuwe aflevering van het COVID-19 Journaal. Een veilig weekend toegewenst.